Hallo. Als je op Google intypt wat te lezen na, of in het Engels what to read after, dan is de meest ingevulde boekentitel de succesvolle reeks Harry Potter. De tips die je vindt lopen uiteen van The Magicians naar The Hunger Games, van Miss Peregrine's Home for Peculiar Children naar Percy Jackson en natuurlijk The Lord of the Rings. Maar als lezer zul je je waarschijnlijk bedrogen gaan voelen als je op zoek bent naar een vergelijkbare leeservaring. Voor veel lezers is Harry Potter dan ook het hoogtepunt in hun leescarrière. De relatie die sommigen hebben met de bebrilde tovenaar is tot op het obsessieve af. En daarnaast is deze serie gewoon belachelijk overtuigend op veel vlakken. Wat nou een jeugdboek? Als je een boek fantastisch vindt, dan is de boodschap om vooral niet iets soortgelijks te gaan zoeken, want dan word je hevig teleurgesteld. Deze tips betreffen dan ook vaak boeken die iets anders bieden dan de Swijnstein Express. Schrijfster en muzikologe Nathalie Koch schreef met de Verborgen Universiteit een boekenserie die veel overeenkomsten heeft met Harry Potter, maar die ook duidelijk afwijkt. De Erfenis van Richard Grenville is het eerste boek uit de serie. De Nederlandse studente Alexa Westerhoff vertrekt niets vermoedend voor een half jaar naar Londen om daar aan een universiteit te gaan studeren. Maar daar komt ze er al snel achter dat ze een mage is, een tovenaar. Op school blijken er allemaal geheime deuren te zijn naar een verborgen universiteit waar de magi les krijgen hoe ze om moeten gaan met hun krachten. Alexa blijkt haar gaven van haar overleden vader Richard Grenville te hebben geërfd, die ze nooit heeft gekend en die ook op deze universiteit heeft rondgelopen. Haar in Nederland achtergebleven moeder weet overigens van niets. Het boek bouwt langzaam op met veel dialogen en fragmenten uit de colleges die Alexa volgt. Zo reflecteren de personages op de macht en de magische kracht van muziek en taal. En er wordt stilgestaan bij de ethische kant van het gebruik van magie in een wereld waarbij niet iedereen deze krachten bezit. Je moet dus even wachten op actie, maar als een docent en een huisgenootje in een coma raken, dan gaat het tempo omhoog. Dan komen er duistere krachten vrij die nu eenmaal nodig zijn in een dergelijk fantasy verhaal. Je zou kunnen zeggen dat de Verborgen Universiteit volwassener is dan Swijnstein. De personages zijn ouder en de dialogen wat saaier. En Koch maakte zich als schrijfster niet zo makkelijk door te spelen met dubbele werelden en werelden waarin mensen zich kunnen verliezen. En uiteraard, je gaat het toch vergelijken met J.K. Rowling. En aan haar originaliteit, humor, slimheid en plot valt gewoon niet te tippen. Althans niet door Koch en haar redacteur. Iets minder pagina's was het boek denk ik wel ten goede gekomen. Het is alsof Koch de hele geschiedenis van de universiteit wil behandelen en ook elke keuze wil uitleggen. Waarom geen toverstokken? Waarom zijn de spreuken in het Latijn? En waarom houden de magi hun wereld verborgen? Maar zoals gezegd moet je ook gewoon op zoek naar nieuwe elementen. En leuk is dan de conjunctio animali, waarbij de magi zich kunnen verplaatsen in een dier. En sterk is ook het intellectuele en linguistische laagje over wat taal en verhalen kunnen doen. Het valt dan ook op dat spreuken in dit boek haast nooit worden opgeschreven. En gaandeweg het verhaal snap je waarom. Naamloze personages komen al voor in verhalen van lang geleden. In het middeleeuwse toneelstuk Elkelijk krijgt de hoofdpersoon de naam Elkelijk mee. Maar eigenlijk is dat geen naam, want het betekent ieder mens. De naamloosheid van het personage maakt er een allegorie van, waarbij zijn ervaringen een spiegel voor het publiek zijn. Elkelijk is geen personage, maar de mens. En daarom heeft hij geen naam. In de roman Naamloos van Pepijn Lane, die eerder de bundel Schömer schreef, is de hoofdpersoon, zoals de titel al zegt, naamloos. De verteller is een dertiger die na een flinke kater zijn naam vergeten is en tegelijkertijd op zoek moet naar zijn identiteit. Bij Lane lijkt de naamloosheid geen allegorische functie te hebben, eventueel die van de zoekende dertiger. Maar doordat de verteller zijn naam niet weet, heeft het vooral een vervreemdend effect. Het eerste gedeelte van het boek lijkt het personage vooral naar houvast te zoeken, maar hij verliest zichzelf in wispelturigheid. Hij doet enkele push-ups, leest enkele bladzijden Dostojevski, gaat naar de supermarkt en struint verdwaasd door de stad. Een ander vervreemdend effect is dat het boek niet chronologisch is opgebouwd. Je leest dat hij op dag 1 wakker wordt als een uitgedroogd stuk stront, zonder laptop, telefoon en paspoort. Hoewel hij zijn naam niet meer weet, functioneert hij verder nog prima en hij weet zelfs nog de pincode van zijn pinpas. Hij slentert door de stad en stapelt daarbij metafoor op metafoor. Ik spreid mijn destillaatloze vleugels en glijd geluidloos door een zachtroze hemel richting een gouden zon die mij met geopende armen wenst te ontvangen in een moedermelktemperatuurwarme boezem. Waar de stijl van Lane in de bundel Schömer vooral grof en grappig was, daar lijken de zinnen in Naamloos vooral een zoektocht naar originele vergelijkingen. En dat is niet per se positief. De verteller besluit een maand niet te drinken en op een gegeven moment komt hij het meisje tegen dat hij op de avond van de fatale dronkenschap had ontmoet. En hij treft het. Hij weet zijn naam niet meer en dit meisje wil haar naam niet zeggen. En dan wordt het allemaal een beetje meta. Denk je dat ik een personage uit een boek ben of zo? Dat ik alleen maar word opgevoerd om de hoofdpersoon uit een roman zijn openbaringen voor te kauwen? Met hier en daar nog wat seks voor de aardigheid.
Tja, lullig voor dat meisje, want ze is een personage uit een boek en ze fungeert toch echt als bijpersoon bij de hoofdpersoon. De komst van dat meisje zorgt wel voor een verhaallijn. De hoofdpersoon wordt verliefd, maar wil dat pas erkennen als die helemaal niets meer heeft. Zij vertelt hem tenslotte haar naam en dan is het boek uit. Een schrijver als Gerrit Krol is een uniek figuur binnen de Nederlandse literatuur. Een wiskundige die een baan had als computerprogrammeur in de tijd dat computers nog belachelijk grote kasten waren die vergeleken met nu maar weinig konden. Naast die werkzaamheden ontwikkelde Krol zich van een traditionele schrijver tot een schrijver die experimenteerde met vertelwijze en opbouw. Vanaf eind jaren 60 in de 20e eeuw schreef Krol boeken die opgebouwd zijn uit fragmenten, redeneringen, gedachten, filosofietjes, maar ook schema's en formules. En daarmee heeft hij enkele interessante en uitdagende boeken geschreven, waaronder De Man Achter het Raam uit 1982. Een boek waarin het perspectief bij een robot ligt, Adam. Eerst is hij niet meer dan een doosje, maar al snel vraagt hij zijn makers waarom hij eigenlijk geen lichaam heeft, om dat vervolgens te krijgen. Het lukt hem steeds beter om op een mens te lijken, zelfs een vrouw te liefhebben, maar hij behoudt zijn onzekerheden en het besef dat hij menselijkheid tekortkomt. En dat is een mooi uitgangspunt voor fragmenten waarin Adam probeert te ontleden wat gevoelens als pijn en liefde zijn, wat taal is en wat tijd betekent voor begrippen als stilstand en beweging. Adam, uiteraard vernoemd naar de eerste man, wil een echt mens worden en het liefst zoals andere mensen met een negatieve kijk op de wereld. Een soort moderne Pinocchio. Hij stelt vast dat hij geen persoonlijkheid en geen ziel heeft en geen hypotheses kan opstellen op basis van verbanden die nog gelegd moeten worden. Hij kan schaken als de beste, maar als iemand het vertikt om voor de winst te spelen, dan verliest hij. Adam gaat zelfs op zoek naar God, naar religie, maar hij is niet meer dan de man achter het raam, waar de mensen naar kunnen kijken en waar ze het over kunnen hebben. Het lukt hem niet om uit dat venster te treden. Dit verhaal van Gerrit Krol is een scheppingsverhaal van een robot die slechts een prototype is en uiteindelijk ingewisseld zal worden voor een nieuwe versie.